3, 2, 1, go! En Caroline komt eveneens uit Vlaanderen. Waren vorig jaar de tijden, dat was ook 1.20, 1.23. Toch is dit parcours niet zoveel langer als een andere parcours. En intussen komt Caroline op 1/3 van het parcours uit. En ze moet goed op blijven letten, want ook deze latjes die liggen niet gelijk allemaal. Dus dat ritme wordt iedere keer vervelend verstoord. Kijk, en dan gaat ze ook. En toch weer even die voorwieltjes erin. Maar ze gaat goed. Ze gaat gestaag verder. Let op, ja. Hop. Nee, zij pakt de steile route, daarmee ook gelijk de kortste route en heeft ze daarmee winst. Door het grind gaat ze haar landgenoot Pascal overtreffen. Pascal staat hier nog steeds naast met de heigen, hoor ik. Ja, kom op Caroline, come on! Je ligt nog op schema, ik zal niks zeggen, maar je ligt nog voor op Pascal. Ga zo door! Jawel, jawel. Ja, en ze gaat toch. Ja, ik denk toch op mijn gevoel dat dit een hele snelle tijd wordt. Maar kom zonder die 1.35 van Anke of 1.33. En ook hier gaan de beste drie nog even door voor de finale. Ah, netjes. En dan komt ze. Kom op, alle power. Die laatste en dat laatste steile stukje. Hop, ah. Je ziet hier, dat helpen duurt weer, maar toch Caroline. Hoppa, geweldig. Oeh.